Meneer Spekman, gaat u... Nee, de inhoud, zeker, belangrijk. Maar we hebben nu twee informateurs van PvdA-huizen gezien. Dat is ongebruikelijk, dat je niet wint in een... Dat kan. Allebei zeer gerenommeerde mensen. Zeker. Ja, dat is het. Hè. Ja. Maar gaat de PvdA dan dus ook meedoen? Mag ik die conclusie... Nee, volgens mij niet. Volgens mij moeten we echt alleen maar meedoen als er een inhoudelijke opgave ligt. Plus, vind ik echt, we moeten de belofte waarmaken dat we het doen als we minimaal met één andere linkse partij zitten. Hm. Dat vind ik ook belangrijk, want we hebben het niet goed gedaan in de verkiezingen. Qua stemmen hebben we zelfs nog minder stemmen dan de vorige keer. Dus als je dan een belofte doet dat je het niet alleen doet. Nou, dat heeft Lilian Ploemen overigens ook gezegd. En ook nog eens eerder gezegd in die uitgelekte stukken. Dus dat is goed dat je het niet alleen doet. Maar minimaal met één andere linkse partij. U kent dus je hebt twee opgaves. Dus je hebt een inhoudelijke betekenis moet je halen. Als je dat niet haalt, je doet het niet alleen maar voor de macht of voor de positie. Of zogenaamd voor langsbelang. Want dat vind ik ook raar als je het alleen maar daarvan uit doet. U kent Ronald Plasterk goed. Heeft u zijn column gelezen laatst? Ja. Ja, GroenLinks, daarover zei hij. GroenLinks is een collectie mafkezen geworden waar je als verstandig links afstand van zou willen houden. Leon de Winter glimlacht. Ja. Ik moest ook glimlachen. Ik ja, ook. Dus maar, u moest ook glimlachen. Ja, zeker. Maar u neemt hem niet serieus in deze, of wel? Nou, ik ben het gewoon niet meer mee eens. Het is geen verzameling mafkezen. Nee. Dat is het toch niet zo? Nee, er zitten gewoon ook hele goede mensen bij. Maar is GroenLinks al de meest logische optie? Nou, ik heb altijd een zwak ook gehad voor de SP. Dat ben ik niet altijd, zeg maar, in de meerderheid. Ook in mijn eigen partij heb ik daarbij gezeten. Ik weet nog dat ik een keer een interview had samen met Job Cohen. Toen werd ik nogal flink aangevallen samen met Job door Frans Timmermans. Die het vond dat we te veel naar de SP hingen. Maar ik heb ook een zwak voor de SP, heb ik altijd gehad. Meneer Kamp, een van de niet-willigers, hè? Dat weet ik, nee, maar dat vind ik heel erg. Dat je per definitie niet wil. Dus ik vind dat wij als Partij van de Arbeid moeten we nooit de opstelling hebben dat je per definitie niet wil. Dat vind ik onzinnig. Ja, je hebt gelijk. Maar het moet wel gaan om de idealen, Henk. Want de laatste 10 jaar, en daar heb ik ook bij gezeten, is wel een woningmarkt ontstaan waardoor gewone mensen niet meer in onze steden kunnen wonen. En dat vind ik echt vreselijk. Want die hele stad, de sociale structuur, wordt vernietigd. En ik zie dat. En er komen er wel internationale studenten bij. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar ik vind het erg dat zo'n kind die nu geboren wordt in Utrecht, die mbo-opleiding doet, die kan nooit een boterham verdienen die voldoende is om daar een huis te krijgen. Ja, in zo'n stad wil ik eigenlijk niet meer wonen. Maar ik wil ook niet weg, want ik hou van Utrecht.